Utrecht is oranje. De Leeuwinnen worden zometeen in onze stad gehuldigd, want ze zijn Europees kampioen. Ja, een feestelijk goedenavond. 4-2, dat was de eindstand tegen Denemarken gisteren. En dus is het vandaag feest in Nederland. En vooral in Utrecht, de komende anderhalf uur, dan volgen we de huldiging van alle kanten hier. En vooral in Park Lepelenburg, dat is de plek waar de voetbalvrouwen straks worden gehuldigd. En daar is onze verslaggever Anita Sara Nederlof. Anita, het is daar al vol, hè? Oh, het is hier zo vol. Het is echt een groot feestje. Nielson is nu op dit moment op het podium. Nou, ik zat denk ik zelf ook wel een beetje te springen, maar iedereen gaat hier los. Zeker net ook werd er gesprongen en sprong iedereen dezelfde kant op. Het staat al heel vol hoor, maar het gaat allemaal net. En iedereen is vrolijk. En ik heb ook net te horen gekregen dat de dames zijn ingestapt in de boot. Nog heel even geduld en die zijn ook hier. Ik kan alleen maar zeggen, Utrecht is gek geworden. En dat zagen we eigenlijk vanmiddag ook al, want zelfs de Don had een toepasselijk liedje. Het is toch niet normaal, weet je, deze dames hebben het liedje net kennen. Het is Viva Hollandia van Wolter Kroes. Je moet het erin herkennen. We gaan terug naar Anita, want Anita, het is daar vol. Gaat het allemaal nog wel veilig daar in Park Lepelenburg? Ja, het gaat wel veilig, want iedereen is wel vrolijk, maar het is wel echt heel erg druk. Ik ging er net zelf doorheen en het is echt, je moet echt wringen. 12.000 man konden er hier op het terrein. Nou, voor mijn gevoel zijn het er ook echt nog veel meer, want ze staan echt hutje-mutje op elkaar. En we hebben net ook het bericht gekregen dat er niemand meer binnenkomt, dus dit staat vol. En buiten kunnen nog wel mensen langs de singel staan, dus je kunt de boot nog wel zien aankomen. En je hoort de muziek dan ook wel hoor, want dat is vrij hard. Maar hier staat het echt heel erg vol. Zeker ook de mensen die in de zon staan. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Dat zijn er echt ook nog wel duizenden die echt in de hitte staan. We hebben wel berichten gehoord dat hier ook al wat mensen zijn flauwgevallen. Gelukkig zijn de hulpdiensten aanwezig. Dus we moeten er wel allemaal doorheen. Dus ja, ik vind het al heel erg vol hoor. Ja, niet al rond 4:30, 4:45 toen gingen de deuren open. Toen mocht iedereen erin. Hoe ging dat toen? Ja, dat was echt leuk, want de deuren gingen open, maar het stond hier al helemaal vol. Dus in de straat, het was één grote oranje gloed. Het gingen die deuren open, 4:30 hadden ze open moeten gaan, ging iets later. Het was echt dringend geblazen en iedereen ging er doorheen. Ook een paar kinderen, want je ziet een heel gemêleerd publiek, moet ik zeggen. Het zijn niet alleen maar vrouwen, maar vrouwenvoetbal. Ook heel veel mannen en ook heel erg veel kinderen. Dat is echt wel heel erg leuk om te zien. Dus iedereen had er heel veel zin in. Probeerde het beste plekje te krijgen. Natuurlijk helemaal vooraan bij het podium waar nu Nielson staat. En straks natuurlijk onze voetbalvrouwen. Ja, en dit zijn de beelden van Utrecht op dit moment. Kijk eens wat een grote... Oh, niet op dit moment, sorry. Excuses. Dit was vanmiddag, moet ik zeggen. Toen iedereen dus te wachten stond. Kijk eens wat de mensen voordat ze Park Lepelenburg in konden. En hier rennen ze allemaal naar binnen. Hier, dit is het moment waar iedereen door de poorten heen moest. En het is dus rennen geblazen om dichtbij het podium te staan. Om zo dichtbij mogelijk te zijn. Ja, en we kunnen even kijken naar dat programma. Want we hoorden het al, de dames zitten al in de boot. Ze zijn opgestapt bij Sterrenwacht Zonneborg. En daar beginnen ze aan een tochtje van zo'n 500 meter. Ze meren aan zometeen bij Park Lepelenburg. Dat is de plek waar alle speeches worden gehouden. En daar klinkt natuurlijk ook straks luid applaus voor de dames. En we spraken onze burgemeester van Zaanen, al even voor de uitzending. Want hij verwelkomt de vrouwen straks. Het is vrolijk druk. Het is wel tegen de vol aan, hoor, denk ik. Dus, maar op de singles kun je nog heel veel zien en is nog heel veel plek. Maar het is vrolijk druk en volgens mij zit de stemming er heel goed in. En de meiden, want daar gaat het om, hè, het is de huldiging van die meiden. Ja, die hebben dit cadeau van het publiek, die huldiging, echt verdiend. Want ik heb ervan genoten, volgens mij, heel veel mensen in Nederland. Ja, want u zat zelf ook al geregeld in het stadion, hè? Zeker, ja, ik hou ook van voetbal. En ook van vrouwenvoetbal. Dus ja, ik heb er echt van genoten. Ik dacht gisteren of eergisteren bij de rust, ik denk, mijn hemel, gisteren natuurlijk, zodat maar redden. Maar we hebben het gered. Nou, ik ben echt heel trots op de meiden. Trotse burgemeester van Zaanen was dat. Ja, laten we eens kijken hoe de stad er nu bij staat. Want het is een groot feest om te zien. Dit is Utrecht op dit moment van bovenaf.
En we zien daar de boot waar alle dames ingestapt zijn. Een oranje boot vol met voetbalvrouwen. Meteen varen we natuurlijk ook helemaal mee met de boot. Om alles mee te maken wat zij meemaken. Want zij begonnen eigenlijk aan dit toernooi als underdog. Maar komen uiteindelijk als winnaar uit de bus. Dat moet toch wel gigantisch mooi zijn voor hun om dit allemaal mee te maken. Zo'n stad die vol staat, die helemaal oranje is. Speciaal voor hun, de Europees kampioen. Maar je ziet ook op die brug een hoop mensen wachten op die boot. Het zijn allemaal helikopterbeelden die u nu ziet. Mocht u thuis lekker op de bank zitten en u hoort een hoop geratel. Dit is wat u hoort. Als ik zo goed kijk, denk ik dat iedereen al ingescheept is. Ja, de boot die vertrekt dus zometeen richting Park Lepelenburg. Want de Oranje Dames, ja, ze hebben gewonnen. Ik heb hier ook een paar kranten voor me liggen. Ze stonden allemaal vol vandaag in het oranje. Over die winst ging het natuurlijk. Iedereen heeft het wel gezien gisteravond. Want 5,5 miljoen mensen keken naar de EK-finale gisteren tegen Denemarken op het hoogtepunt. En ja, de blijdschap die was dus ook groot na het fluitsignaal. Ja, een heleboel blijdschap zien we bij de fans. Anita in Park Lepelenburg. Heb jij die blijdschap ook al gevoeld of niet? Oh joh, ik voel die continu. Ook met deze muziek, maar heerlijk. Ook als je hier rondkijkt, joh. Het is zo'n ontzettend leuke sfeer. En het is ook wel grappig, vind ik, om te zien dat... Kijk, we houden in Nederland natuurlijk sowieso wel van een feestje. Even kijken hoor, horen jullie me nu zo goed? Het is sowieso, in Nederland zijn we wel in voor een lekker feestje. Maar wat ik heel erg leuk vind hier om te zien, is dat heel veel mensen ook een shirtje aan hebben met de naam van een speelster achterop. Of een spandoek mee. Dus je ziet ook dat ze heel specifiek echt voor de vrouwen komen. Dat is gewoon super leuk om te zien. Nou, onze eigen Tony Peroni, u weet wel. Die ene die dat leuke liedje over Janice van der Sande heeft geschreven. Die is ook even lekker de sfeer gaan proeven. Die hebben we even het publiek ingestuurd. Wie gaat er winnen vanavond? Wie gaat er winnen? Nederland heeft toch al gewonnen? Oh, is het zo? Ja, echt waar, joh. Wie gaat er winnen vanavond? Ja, wij natuurlijk, de dames. Okay, met hoeveel? Met 80.000 man. Oké, okay, wat maakt het zo bijzonder dat ze, met die dames? Eerste keer, beter dan de mannen. Europees kampioen is voor mij heel lang geleden, was ik net geboren. Maar... Heb je de wedstrijd gezien? Ja. Wie was het beste? Nederland. En welke speler? Lieke Martens. Ja, wat ga jij nu doen vanavond? Ik ga met mijn mama. Ja, leuk mama. Ja. Leuk. Gaan wij ze feliciteren dan. Zullen we even samen juichen? Ja. Oké, okay, dan komen we. Hey, hey. Juichen met z'n allen. Hey, 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 hey. Ja, de stemming zit er goed in. Dat heeft Tony Peroni goed gepeld. Anita, al die fans die staan daar nu bij jou in Park Lepelenburg. Wat staat er op het programma? Ja, hier zijn nu nog een aantal artiesten, maar zometeen als de boot dus aankomt, dat is rond de 7 uur, dan komen de spelers dus op het podium. Nou, ik ben heel benieuwd wat zij daarvan vinden, want volgens mij hadden ze dit nooit verwacht. Dat gaan ze trouwens aan het eind ook vragen, hè? Want we spreken de spelers ook even aan het eind van de huldiging. Dus dat voor later. Eerst nog een heel leuk programma hier. De burgemeester, Jan van Zalen, gaat een speech houden, het bondscoach, dus er is dus hoop te zien hier. Ja, en ondertussen zien we die boot door ons Utrecht varen. Spelers zwaaien en langs de kant van het water klappen de mensen. We zien daar hoog boven onze Janice van der Zanden uit IJsselstein die helemaal uit het dak gaat. De boot is onderweg dus naar Park Lepelenburg.
Daar waar dus zo'n 12.000 fans staan te wachten. Het hele park staat vol om onze oranje leeuwinnen te onthalen. Het is maar een klein tochtje met de boot, een kleine 500 meter. Maar de schipper heeft ons verteld dat hij er toch enorm veel plezier in heeft. Het is natuurlijk een hele eer om dit te mogen doen. Hij zou ook wel gejuicht hebben gisteravond toen ze met 4-2 wonnen. Kijk, de dames hebben een lekker drankje en zingen gezellig mee. Er werd ons vandaag al gevraagd, kunnen we ook dicht bij die boot meevaren? Het stukje waar de boot vaart is wel afgesloten. Maar langs de singels kan iedereen ze natuurlijk aanschouwen en ervan genieten. Het is even zoeken tussen alle bomen door, maar daar zijn ze dan. Kijk eens hoe vol die kanten staan met vele oranje fans die rustig met een biertje in het gras wachten op hun oranje leeuwinnen. Utrecht was dus de gaststad ook van het EK voor de openingswedstrijd en er zijn meer wedstrijden gespeeld. Maar ze mogen het nu ook afsluiten. En dat is een logische reden, vertelde burgemeester Van Zanen. Het heeft er eigenlijk gewoon mee te maken dat het allemaal heel goed is gegaan en dat het ook in het midden van het land ligt. Dat is natuurlijk ook fijn, want al die leeuwinnen komen van heinde en verre. Er komen er twee uit onze regio, dat is natuurlijk Janice, waar onze Tony Peroni een liedje over geschreven heeft. Gaat maar net goed met die flesje. Onze Janice komt uit de regio en Sari van Veenendaal, die komt uit Nieuwegein. En die zit hier ook aan boord. Kijk, de dames is losgaan. Het zal ook wel een tijdje geleden zijn dat die een biertje hebben gedronken. En ze zijn het hoekje om. Het is maar 500 meter, maar ze doen rustig aan en groot gelijk ook. Daar staat Janice van der Zanden met de grote beker. We laten maar alle mensen die meelopen daar langs de kant zien. Voorafgegaan door een hoop politie zo te zien, te paard. Utrecht verwelkomt ze dus niet alleen in Park Lepelburg, maar maakt de tocht ook mee met de dames. De boot is dus op weg naar het park. En Anita, dat zien de fans bij jou ook allemaal, hè? Ja, we hebben hier een heel groot scherm hangen. We zien het daarachter, achter de boom. En iedereen was net in stilte even aan het meekijken. Want het lijkt net alsof ze er al bijna zijn, maar ze komen de hele tijd niet. Op het podium praten ze het publiek een beetje bij. En het schijnt dat Janice van der Zanden al op Twitter, op Instagram heeft gereageerd. En gezien hoeveel mensen hier staan. En dat ze daar echt helemaal lyrisch over zijn. Maar het grappige is dat als hier de muziek stopt, dat het ook helemaal muisstil lijkt te zijn. Iedereen is echt helemaal vol spanning. Maar volgens mij zijn ze er nog niet. Ze moeten even wachten hoor. We blijven even naar het scherm kijken. De spanning onder de fans is dus groot, maar er komt echt wat aan. Dolblije voetbalvrouwen keren zo naar Lepelburg. En er zijn dus een heleboel blije fans in het park die blij zijn dat ze het allemaal mee kunnen maken. Maar er staan ook een heleboel mensen voor de poorten. Want die kunnen er niet meer in. Het is overvol. Maar misschien dat daarom die mensen wel meelopen. Dat ze toch nog een glimp opvangen van deze huldiging.
We waren nu langs het ledig erf, waar ook, kijk eens, al die mensen die daar staan te zwaaien. Toch even het centrum inlopen om hun leeuwinnen toe te juichen. Ze zijn dus al iets eerder ingestapt, want ze vertelden eerder dat ze bij Sonneborg de boot in zouden gaan. Maar ze zijn al iets eerder van hun boottochtje aan het genieten. Het zal dus iets langer zijn dan die 500 meter. Maar goed, ik kan me voorstellen dat dit, als je zo'n kampioenschap hebt gewonnen, ook heel leuk is om mee te maken. Dat de singles vol staan met mensen die naar jou staan te zwaaien en te schreeuwen. Spontaan bij ons, maar we zullen zeker wel even publiek gaan bedanken. Die er altijd voor ons is geweest tijdens het toernooi. Eerst nog even een paar volksliedjes, dat ligt je goed, hè? Dus dat moet goed komen. Dat komt helemaal goed. Even feest vieren, hè, op de boot. Heel plezier. Dankjewel. Gerida Spitsen was dat. Blij is ze. En vanmorgen, of gisteren na de wedstrijd, had ze geen stem meer over. Maar inmiddels heeft ze een hoop kilsnoepjes genomen en thee met honing gedronken. En kan ze normaal antwoorden. Kijk, er zijn toch ook wat mensen die een sloepje hebben gehuurd en ze toch opwachten. Nog lang niet zo vol als bij Park Levelenburg, want daar staat het echt bomvol. Even een Titanic momentje. Ja, hou die vlag maar omhoog, want je bent het echt Europees kampioen. Laat het maar zien. Deze dames had ooit verwacht dat ze nu op een boot door de grachten van Utrecht zouden varen om gehuldigd te worden. Van tevoren zijn een hoop mensen, nou, ik weet niet hoeveel kansen maken. Het zijn niet de beste. Ze moesten Noorwegen verslaan, Denemarken, Engeland, allemaal grote voetbalvrouwenlanden. En toch is het ze gelukt. Het begon natuurlijk al heel goed, hè, met Shanice van der Zanden die in die openingswedstrijd tegen Noorwegen gewoon de 1-0 maakte. Toen is dat zelfvertrouwen van deze dames natuurlijk enorm gegroeid.
en gegroeid. En al die Hollanders die op de tribune zaten. In Utrecht, in Rotterdam, in Tilburg, Doetinchem en Enschede. Een vol stadion met oranje supporters. Dat zal natuurlijk ook wel doen met deze dames. De singles van Utrecht, ze zijn eventjes oranje. We zijn bijna bij Zonneborg zo meteen. Nu komen ze wel gevaarlijk dichtbij, Anita. Ja, nou, we kunnen niet wachten. Nou, en we hebben Eva Janice tussendoor. Kom samen. Sorry, ik kan eigenlijk niet praten. Ga ik Daniel even proberen. Heb jij nog wel een stem? Ja, ik heb nog wel een stem, ja, maar zij niet minder. Ja, dat is goed. Hoe is de dag tot nu toe gegaan? Ja, het is eigenlijk de hele tijd gekhuis geweest. En ja, nu helemaal. Ja, dat is echt super vet voor ons. Ja. Iedereen zei gisteren, ik kan nog niet helemaal beseffen dat we Europees kampioen zijn. Is dat besef er nu wat meer? Ik denk dat hij aan het eind van de dag er wel is. Want ik heb wat foto's gezien en filmpjes voorbij zien komen. En ook nu al gewoon hoeveel mensen er staan. Dat is echt ongelooflijk. Dat is echt leuk. Heb je enig idee wat je moet verwachten zo meteen in het centrum? Ja, ik ben echt heel blij dat ik een fotootje heb gezien. Want het is echt bomvol. Het is zo geweldig. Nu al. Had je ooit verwacht dat dit 3 weken geleden dat je dit zou losmaken? Nee, dit echt nooit. Echt, dit is echt mijn droom geweest van kleins af aan. En dit is echt ja, overweldigend. Ja, echt vet. Gelukkig kon Danielle van der Donk, de middenvelder van de Oranje Vrouw, het overnemen. Want Janice van der Zande heeft zoveel zitten schreeuwen dat ze geen stem meer over had. Toch dacht ik dat ik het net heel hard hoorde zingen. Maar... dichter ze bij het park Lepelburg komen, hoe meer mensen er langs de waterkant staan. En Anita, die spanning moet bij jou ook voelbaar zijn, of niet? Ja joh, het is hier echt gekkenhuis. Maar iedereen is nu wel een beetje, moet ik zeggen, aan het moment toe om de speelsters te ontvangen. We zien op het podium trouwens Kiki. Dat is de mascotte van het vrouwenteam. De andere leeuw kennen we natuurlijk al. Maar die moet het voor de vrouwen opnemen. Nou, dat heeft ze goed gedaan, want we hebben daar meteen Europees kampioen geworden. Nou ja, voor de rest, iedereen staat hier een beetje te kijken en te kijken en te wachten. Ik zie dat er allemaal verhitte hoofdjes zijn, dat moet ik wel zeggen. Echt van die rode wangetjes. En iedereen denkt, laat ze maar komen. Het is wel zo dat als de namen geroepen worden van de speelsters, iedereen helemaal van slag is. Iedereen juichen, dus ze zijn er nog steeds wel heel erg voor te koren. Nou ja, en je ziet inderdaad de dranktekens ook goed gaan. Dus er gaat hier ook best wel veel... drank naar binnen. Het is natuurlijk warm, dus we moeten wel een beetje opletten met deze drukte. Er zijn ook al een aantal mensen flauw gevallen en er zijn hier hulpdiensten natuurlijk aanwezig die al een paar keer hebben moeten ingrijpen. Dus het is hier gewoon wel heel erg warm en druk, dus wel opletten geblazen. Maar de sfeer is nog steeds hartstikke goed hoor. Er wordt af en toe weer even een liedje ingezet en dan gaat iedereen weer los. En op het podium proberen ze het hier aan elkaar te praten tot de boot er is. De boot had er volgens mij al moeten zijn. Die was net bij het WDR, hoorde ik, dus het moet nog een klein stukje. We kunnen hier trouwens door de bomen heen ook de mensen aan de kade zien. We gaan even naar de coach. Dit is echt geweldig. Heb je een beetje kunnen slapen vannacht of helemaal? Een paar uurtjes, maar we gaan er wel even door hoor. Dit redden we nog wel. Ah, en toen viel de verbinding op de boot eventjes weg. We hoorden de coach nog net zeggen dat ze het geweldig vond. Sarina Wiegman, veel lof voor haar, hè. Omdat de dames het toch gered hebben. Dan zagen ze net ook op de boot Foppe de Haan. Die ook luidkeels meezong en stond te zwaaien. Een nuchtere Fries, maar in dit soort gevallen is hij ook wel te porren voor een beetje feest en sfeer. En kijk eens, inmiddels staat het rijen dik langs de waterkant.
Niet alleen langs de waterkant is het druk, want in het park is het dus overvol. De gemeente zegt zelfs, kom hier niet meer naartoe. Er zijn meerdere plekken met schermen in de stad waar het ook allemaal te volgen is. Of gewoon lekker thuis op de bank met RTV Utrecht. Dat kan natuurlijk ook. En dit is dus eigenlijk de plek waar ze op de boot zouden stappen. Nou, dat hebben de mensen geweten zo te zien, want die hoek daar is oranje, oranje en oranje. Kippenvel zal toch flink op de armen staan van al die speelsters als ze die hoek met oranje supporters zien. En moet je kijken hoeveel bootjes en sloepjes er achteraan gaan om de leeuwinnen te volgen naar het park Lepelenburg. Op de weg zien we ook een hoop supporters die meelopen links in beeld. We komen wel van de koude kermis thuis zo, want het park is dicht. Maar we hebben wel gezien hoe de leeuwinnen per boot naar het park toe ging. Er wordt champagne gedronken, er wordt gelachen, er wordt gefeest. De boot is echt een feestje voor deze dag. Dit soort evenementen met van die huldigingen door de gracht wel eens gezien dat mensen de gracht insprongen, maar het is voor zover nog niet gebeurd. De burgemeester, die vroegen wij daar vanmorgen ook naar en die zei, dat raad ik niemand aan. Er is gelukkig nog genoeg plek langs de waterkant om alles rustig te volgen. Er gaat wel bijna een voetbalvrouw het water in, maar... Vanaf een balkon is het goed toeven, want als je hier woont, dan heb je toch wel geluk. Een paar jaar geleden kwam de Tour de France gewoon langs en nu heb je de voetbalvrouwen die vanaf je balkonnetje te zien zijn. Dit is zo instabiel, hè? En hoe verder de boot toch gaat, hoe meer mensen meegaan. Ik had echt niet verwacht dat er zoveel mensen zouden zijn. Hoe is het gisteravond nog gegaan? Ik denk dat er nog wel een feestje is gevierd. Ja, dit is wel het ene. We hebben wel goed gevierd. En sommigen hebben er nu nog last van, maar... We gaan nog even verder. Hoe staat dat met jou? Heb jij nog last of is er genoeg energie voor vanavond? Nee, ik had het redelijk onder controle. Ik ben nog fit. Oh, snel verder vieren. Dankjewel. Kijk, ze komen steeds dichterbij bij dat park. Anita, zie jij ze ook al aankomen? Ja, we zagen ze net even in beeld via het scherm. Want toen ging iedereen meteen juichen. Dus we zijn er nu echt bijna. En ze gaan volgens mij op het podium ook al plaatsmaken. De muziek wordt ingestart. En volgens mij zijn er al wat bloemen neergezet, dus ze zijn er echt bijna. Holland wordt hier gezongen. Nou, er zit toch een beetje vol die fans daar, Anita, want het is gekkenhuis. Het is echt gekkenhuis, ja, echt hoor.
Want het loopt hier, jullie zien alleen dit stukje, maar het loopt echt nog helemaal door tot achter. En we kunnen dus echt door de bosjes heen kijken. En daar zouden ze inderdaad ook allemaal langs die singel. En het leuke is dus dat scherm, want we kijken alles mee. En we zien dus steeds oranjeder worden. Dus we weten, ze zijn in de buurt. We kunnen ze al ruiken, dat voetbalzweet. En we hebben hier zo, we staan zo te popelen. Maar kijk, nu zit de sfeer er even in. Ze starten er wat muziek in. Ze maken de mensen er even ballen. En kijk naar al die handjes, joh. Dat is toch fantastisch. We are the champions wordt ingestart op het Gleipenburg. De dames komen nu echt dichtbij. Maar ze duidelijk een ander muziekje aan hebben staan, want het is een ander ritme. De dames komen dichter en dichterbij. Overvol Park Lepelenburg, dat staat klaar voor al die oranje leeuwinnen. En de waterkant staat ook bomvol. Het is natuurlijk ook prachtig weer. En goed vertoeven. En Anita, de stemming daar, die komt er ook aardig in, begrijp ik. Ja, heel erg. Ja, ik weet niet of je er ook nog kan zien. Maar daar was dus net het fakkel. Dat vind ik toch wel bijzonder. Want iedereen werd wel goed gefouilleerd. Van echt in de tassen gekeken bij binnenkomst. Het was best strenge controle. Maar er is dus blijkbaar wel een fakkel binnengekomen. Doet natuurlijk wel leuk voor de sfeer aan. Maar hey, even beter oppassen met al die drukte. Het is lekker oranje, Anita. Ja, de vlag gaat ook omhoog. Heerlijk. Ja, joh. Ik heb ook wel een goed plekje, moet ik zeggen. We zien nog meer rook. Kijk, de mensen klimmen gewoon in de boten. Of in de bomen, moet ik zeggen. Om alles goed te zien. En dit bruggetje, dat leidt volgens mij al naar het Lepelenburg, hoor. Middenvelder Kelly Zeeman. Duidelijk onder de indruk van alles wat er gebeurt. Het voelt alsof we een toernooitje hebben gewonnen. Nou, het is iets meer dan een toernooitje. Het is een Europees kampioenschap. Kijk, daar hebben we iemand die het water in springt. Het gebeurt dus toch nog. En dan gaat hij weer uit. Het wordt wel vastgelegd door de dames. Als alles volgens het schema zou verlopen, dan zouden ze met een halve minuut op het podium moeten staan. Nou, dat lijkt me optimistisch ingeschat. We komen wel dicht bij het punt waar de boot gaat aanmeren zometeen. Is de spanning nog een beetje te houden daar, Anita? Ja hoor, de spanning is juist weer helemaal terug. Want iedereen staat weer te springen. Het was echt een inkak nog een beetje hoor. We hadden even de piek helemaal aan het begin. Maar de mensen staan hier natuurlijk ook al uren, hè. En ook al uren in de zon.
Dus het was echt een ringkakker. Maar nu hebben ze weer lekker de muziek ingestart en iedereen staat weer te springen. En we zien dus inderdaad dat ze er bijna zijn. Dus dat helpt natuurlijk ook wel voor de sfeer. Maar kijk, ze staan joh. Lekker met die armen heen en weer. Je zei ook, het is warm. Nou, de veiligheidsregio Utrecht die twittert dat bij de EHBO-posten water gehaald kan worden. Dat lijkt me echt aan te raden voor al die mensen daar die in de volle zon zitten. Eerst even druk naar die kamer staan. Links is dat onze Sari van Veenendaal, het Nieuwegein. En heeft u misschien wel gezien, langs de Singel is het vol. En ook op het Levelenburg is het vol. Het wordt echt aangeraden, als je nog de stad in wil, ga dan naar Neude of op de Malisingel staan. Maar ja, zijn ze langs. De Neude hebben ze ook grote schermen, kun je ook alles zien. Maar dit feestje, dat is voor deze 12.000 mensen. Wij zijn kampioen! Een beetje ongeduldig, met hem de podium op. En daar gaan ze. Burgemeester Jan van Zanen, die heet ze allemaal welkom. In toepasselijke rood-wit-blauwe stropdas. Het moment is dichtbij, Anita. Heel erg dichtbij, Marco. En dus, we voelen ze hoor. Iedereen kijkt wat smart naar het podium. We hebben het gevoel dat ze elk moment erop kunnen klimmen. We staan bij het trapje. Kijk ook nog steeds naar het scherm. We staan bij het trapje. Ja, ik dacht al zoiets te voelen, Marco. En alle fototoestelletjes worden nu in de lucht gehouden. Dus iedereen wil dit moment wel even vastleggen. We zien nu Janice die in de armen valt van... waarschijnlijk een bekende, net voordat ze het podium opgaat. Die moet ze nog even knuffelen. Ze zijn hier achter. Ze krijgen allemaal een biertje mee. En dan gaan ze echt het podium op, daar bij Anita. En bij die 12.000 oranje fans. Het is bijna zo. Het is echt bijna zo. We gaan het geschiedenis schrijven. Zullen we even aan elkaar draaien? Park Levelenburg en heel Nederland doorwerkt de oranje lucht. Los met de stormwolkers!
We gaan het doen, hè. Mag rijden, we gaan het doen. Voor onze kampioenen. Here you go. Hele publiek. Welkom in de feestdags. Doe maar lekker wat. Het is jammer anders. Het blijft even bij de muziek. Oké, legioen. Doe mee. Die kant. Voor onze oranje Leeuwinnen. Doei, Tim. Hey, Alex. Hey. Domtoren ook met oranje en rood-wit-blauwe vlaggen. Los. Levensburg gaat vol. Nog een keer. Oké. Okay. Lieve mensen, zijn we er klaar voor? Zijn we echt klaar om geschiedenis te gaan schrijven? Ja. We gaan het doen. We gaan het gewoon doen. Maar, lieve mensen, lieve supporters, lief legioen, voordat we de dames erbij gaan halen, gaan we eerst andere helden erbij halen. Want zonder hun waren ze zeker geen kampioen geworden. Mag ik een ongelooflijk groot applaus voor deze kampioenen, voor deze helden. Ons begeleidende staf voor onze Oranje Leeuwinnen. Nummer 11, jongens. Lieke Martens.
vrije trap was mooi gisteren. Nummer 8, Sherida Spitzer. Jij mag zo, Janice. Sherida, waar ben je? Sorry, ja, mijn fout. Nummer 7, Janice van der. Beetje de baas van het team, hè? Mag ik een heel hard applaus voor Sarina Wiegman! Het moment is daar. We gaan de beker laten zien. Rookie, kom jij staan? Ja, daar komen ze. Ik zei het net al. Hier is de beker. Ze zijn Europees kampioen, laat je horen! Het woord geven aan onze burgemeester van Utrecht, de heer Van Sanen. Dag allemaal. Geweldig. Ja, geweldig. Het begon in Utrecht, meiden tegen Noorwegen, gisteren Enschede. Daar zijn ze, terug in Utrecht, de Europese kampioenen. Mag ik de 7 speelsteden, de vrijwilligers, de organisatoren, de hulpdiensten, u, maar voor hun ook bedanken voor die afgelopen weken. Geweldig! Meiden, jullie inspireerden, jullie waren individueel geweldig en jullie waren ook als team geweldig. We hebben genoten. Geniet ervan. Dit is jullie cadeau. Van mij krijg je een eindje. Het publiek dat jullie huldigt. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel, meneer Van Sanen. Dank u wel, burgemeester van Utrecht. Dan geef ik nu het woord
aan Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ja, oké. Okay. Wij zijn kampioen. Ja, jongens, het is een gekke. Los. Die is er niet. Oké. Wij zijn kampioen. Wij zijn kampioen. Oké. We gaan er nog even iemand bij halen. Sorry, dames, sorry. We gaan heel even een heel belangrijk iemand erbij halen. Manager vrouwenvoetbal. Mag ik een heel hard applaus voor Mieke Boy. Daar sta je. Nou, succes met het publiek. Ja. Zet hem op. Op 16 juli begon hier in Utrecht ons EK. In een vol verpakt stadion de Galgenwaard. Met een geweldige sfeer in de fanzone. Een geweldige sfeer rondom het stadion. En vooral een fantastische wedstrijd van jullie tegen Noorwegen. Geweldig. En toen dachten we, dit is fantastisch. Dit is een droomscenario. Maar het werd alleen nog maar mooier. Elke wedstrijd weer. Nog meer fans. In alle stadions. In alle fanzones. In alle speelsteden. Het was fantastisch. Maar vooral al die overwinningen. Al die goals van jullie. Dat was het allermooiste. En we willen namens de KNVB u allemaal van harte bedanken dat dit EK ons met recht ons EK is geworden. Dank u wel. En zoals het zo mooi begon in Utrecht, eindigt het hier nu ook zo mooi in Utrecht. Ook dank voor deze dag. Ook de burgemeester van Utrecht heel erg bedankt. Maar vooral dit team en deze staf. Laat u keihard horen voor hen. De kampioenen. Ons EK. Daar staan ze. Dat gaan we doen, maar we gaan eerst heel even de eindbaas van dit team erbij roepen. De bondscoach. Mag ik een heel hard applaus voor Sarina Wierman. Goedemiddag. Het is wel gezellig hier. Best druk. Wij hebben één voornemen gehad op dit EK. En dat is ons beste zelf laten zien. Is dat een beetje gelukt? En dan wilden we ook nog een paar wedstrijden winnen. Dat is ook wel gelukt, geloof ik. Dit is echt een ontzettend goed stel. Maar daarachter staan een aantal mensen in die blauwe hemden. Die zijn ook goed, hoor. Hey. Want zonder die mensen kunnen deze oranje hemden niet presteren. Is dat een maand voordat we überhaupt een wedstrijd hadden gespeeld, jullie allemaal kaarten hadden gekocht voor de boelwedstrijden. Dank jullie wel voor jullie steun. En volgens mij zijn we Europees kampioen ook nog. Ja! Zullen we een feestje bouwen? Feestje, ja, feestje. Oké, okay, daar gaan bijna. We. Wat doen we? Wij zijn kampioen. Dat nog één keer. Wij zijn kampioen. Wij zijn kampioen.
Oké. Ja, dan hebben we natuurlijk nog twee hele belangrijke dames om die ook nog even naar voren te halen. Want die hadden die hele mooie beker net bij zich. Onze twee aanvoedsters. Mag ik een heel hard applaus voor Sherida en Mandy? Ja, jullie mogen delen. Wat is dit er? Of doen ze het allebei? Ze doen het allebei. Oké. Okay. Ben benieuwd. Ja, ze doen het allebei. Nou, Mandy gaat eerst, want die is van een serieuze handel. En ik ben van het oude hoerenhandel, dus dan zijn jullie dadelijk nog even aan de beurt. lieve supporters van Nederland. Fantastische fans. Allerbeste fans. Dit hadden wij alleen maar mogen dromen. Dat wij hier zouden staan als winnaars. Maar ook met jullie erbij. Dit toernooi heb ik zo vaak binnen ons team gehoord. Oh, wat ben ik emotioneel. Oh, ik kan wel een traantje wegpinken. Allemaal dankzij jullie. Jullie zijn de beste. Wij vinden daarom ook dat we hier stil moeten staan bij het moment dat jullie hier allemaal naartoe zijn gekomen voor ons. Voor ons, zoals wij hier staan, wij hebben genoten. Wij hebben genoten van een fantastisch toernooi, maar vooral van jullie support. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Oké. Kennen jullie allemaal Desiree van Lunteren? Ja, hier is ze. Kennen jullie allemaal Desiree van Lunteren? Nou, ik zal jullie even wat vertellen, want jullie mogen ook meemaken wat wij gisteren hebben meegemaakt. Dat wil ik met jullie delen. En deze heeft er nu nog last van hoofdpijn. Ze was gisteren echt totally eraf. Totally eraf. En vandaag, vanochtend, werd ze wakker. Zegt ze, ik zei eens deze, wil je wat eten? Ze zegt, nee, ik krijg dat niet weg. Ik zei, oké, ik zeg, maar je moet wel echt wat eten, want het wordt een lange dag. Dus ik zeg tegen haar, wil je een beetje fruit? Wil je een beetje iets anders? Zegt ze, doe maar een droog beschuitje. Nou, ik kom aan met een droog beschuitje en een beetje fruit. Dus ik kom later weer bij haar op de kamer. Ik zeg, is het gelukt met een droge beschuitje? En een fruit, zegt ze, ja, die mango is wel gelukt. Maar die meloen heb ik weer laten liggen, want het kwam alweer omhoog. Ik zei, nou, deze, gelukkig heb je wat op. En daarna hebben we een liedje voor haar bedacht. Nou, ze was eerst een beetje chagrijnig in de beurs gisteravond. Zei ze van, Mandy, want Mandy was even aan het ahoer in de bus tegen haar met mij en nog een aantal. Zei ze, Mandy, dit vind ik echt niet leuk, hoor, dat je een foto maakt. Dus ze stond helemaal voor lul natuurlijk in de bus. En vanochtend nog steeds. Maar nu wil ik met jullie allemaal, met het publiek hier, allemaal een liedje zingen. En dat gaat als volgt. Daar gaat die meiden. Staf. Desiree, Desiree, Desiree. Desiree, Desiree, Desiree. Desiree, Desiree, Desiree. Mag ik een groot applaus voor onze dames? Dank jullie wel! Oké, dames. Wij zijn jullie zo ongelooflijk dankbaar. Want wat een fantastisch toernooi is dit. Wat hebben we genoten, toch, Legioen? We hebben genoten en we hebben een fantastische zomer beleefd dankzij jullie. En daarom hebben wij een korte video gemaakt met heel veel hoofdpunten. Ik zou zeggen, geniet mee.
Jij zei... Super meiden, hey! Jij krijgt die lachen van mijn gezicht, waar ik jou van leren. Soms word ik gek van verdriet, van de tranen. Kan ik jou niet? Hoppa! Ja, alles kan ik jou zelfs mee voelen. Ik eerder nimmer deelde met een vrouw. De vaartje die ik gaf en terug verpakte, gaf jij een ander en ik bleef de kaal. Het liefst loop ik weg, maar ik heb mijn trots van. En die zet ik zelfs voor jou eens aan de kant. Ik vraag de mama, wat geeft ze, wat te drinken. En ik lach wat op de grapje van de klant supporters van het Nederlands elftal. Dames en heren, we gaan even de handje licht insteken. En zo meteen is het rietel, gaan we even twee handen zwaaien. En de meiden zwaaien naar jullie. We gaan het feest, we gaan beginnen. 1, 2, 3. Dankjewel, dames en heren. Allemaal de linkse rechts, de dertie wordt gevoeld. Daar links! Daar rechts!
dat wil je echt niet missen. Hier moet je zijn geweest. Samen hebben wij een glas rode aan het bier. We proosten op een leven vol plezier. Feesten doen we hier. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het leven, de liefde en de lust. We feesten door tot samen staan nog lang niet uitgeblust. Geniet van alle mensen, ze gaan van tent naar tent. Iedereen is uitgelaten, de stemming is ongekend. De kraan die stroomt de volle kracht, we drinken er nog een. Oktoberfest, dat is voor iedereen, niemand alleen. We zijn weer bij en dat is prima. Viva Hollandia! Nou, van het de liefde en de rust. We feesten tot de avond staat nog lang niet uitgeblust. We zijn weer bij en dat is prima. Viva Hollandia! We houden van het leven, de liefde en de rust. We feesten tot de avond staat nog lang niet uitgeblust. We zullen samen drinken in bent. Oké, lieve mensen. Uitvoerend dan. Zie mee. Here we go. Al die handen, kom op. We zijn er weer bij. Prima. Oké, voor onze kampioenen. Uit je dag. Here we go. 1, 2, 3. We zijn er weer bij. En dat is prima. We zijn er weer bij en dat is prima. Zing! Prima, Hollandia. We houden van de leven, de liefde en de rust. De mensen door tot s'avonds gaat nog lang niet uitgeblust. Bijzonder legioen, mag een ongelooflijk applaus voor onze kampioenen! Dames, bedankt voor een fantastische zomer. Zeg nog even iets. Je wilt nog iets zeggen? Ik zie het daar. Doe. Dan kan je uitschillen. Zing. Nederland bedankt, maar vooral ook Utrecht bedankt! Lieve meiden, dankjewel. Mag nog een ongelooflijk applaus voor onze kampioenen. Dankjewel, meiden! Geniet van jullie vakantie. Bijzondere staf, dankjewel. Zonder jullie waren we niet kampioen gewonnen. Sarina, dankjewel. Hè. Dankjewel voor een fantastische zomer. Zing, wij zijn. Zing. Geef ze een ongelooflijk applaus. Onze heldinnen. Voor de laatste staf, kom er even bij. Staf, ik wil jullie meer naar voren hebben. Kom op, jullie hebben het ook gedaan. Kom maar één keer dichterbij. Dit is het allerlaatste, dan haken we af. Nog één keer kippenvel. Legioen, waar zijn al die handen? Voorin, achterin. Voor onze heldinnen, we gaan het doen. Voor de laatste keer. Yes. We are the champions.
Wat waren ze goed. Dames, bedankt voor een mooie zomer. Oké, we zijn er nog niet, hè? We gaan het gewoon afmaken, dit. Waar zijn die handen? Of sla je rechterarm of linkerarm om je buurman, buurvrouw? We gaan het met z'n allen doen. Nederland, we zijn Europees kampioen! Geschiedenis! Zing! Zing! Jullie zingen, zing! Zing jullie! Zing! En... Met vakantie sturen, want dat verdienen ze. Mag een ongelooflijk applaus voor onze kampioenen! Dank jullie wel, dames. Ik heb van jullie genoten. Oranje Leeuwinnen. Ze zijn gehuldigd in Park Lepelenburg in Utrecht. 12.000 Oranje fans. Ze zingen nog steeds: wij zijn kampioen. Nou, dat zullen we weten. Ja, de huldiging van de Oranje Leeuwinnen in Utrecht. Het was een groot feestje. Zometeen hopen we nog eventjes met die Leeuwinnen te spreken natuurlijk. Want onze verslaggeefster Anita Sara Nederlof die is nog steeds daar in Park Lepelenburg. En die ontvangt ze zometeen met open armen, hoop ik. Ja, het was natuurlijk een groot feestje. Burgemeester Van Zanen zei, het begint in Utrecht, het EK. En het eindigt er ook met deze prachtige huldiging. Janice van der Zanden, die hoorden we op de boot, die had geen stem meer over. Er was weinig meer van over. Er werd nog bekend trouwens dat het boottochtje zou eigenlijk van Sonneborg naar het Lepelenburg zijn. Maar de gemeente liet weten dat ze hem iets hadden vervroegd, zodat meer mensen ervan konden genieten. Dat hadden ze alleen niet naar buiten gebracht, dus het was daar wat rustiger. Ja, het is ons EK geworden, dat zei Minke Boy, de manager vrouwenvoetbal van de KNVB. Het was natuurlijk al het EK in Nederland, maar het is echt ons EK geworden. En dat kan natuurlijk ook niet anders als de vrouwen winnen. Ja, en wat was er nog meer? Sarina Wiegman, die zei heel nuchter, de coach, we moesten wat wedstrijden winnen. Nou, en dat is gelukt ook. Er zijn wat wedstrijden gewonnen. Ondertussen is Lepelenburg nog lang niet leeg, hoor. Er zijn nog genoeg fans. Inmiddels zijn de spelers, ook die zijn nog steeds op het podium. Die houden niet van ophouden. Die weten niet van ophouden. Die hadden er al lang af moeten zijn, maar ze krijgen er geen genoeg van. Alle fans die zijn hartstikke blij. Gisteren hebben de dames ook al feest gevierd. Ze vertelden al, ze stonden op met hoofdpijn. Een droog beschuitje, dat ging er nog in. Maar het fruit, dat lukte niet meer. Van Lunteren, die hield het niet meer binnen. Maar dit is ook een feestje voor de dames. De nieuwe Gijns Cesari van Veenendaal, die mocht ook aan het eind nog even wat zeggen. En die riep heel hard bedankt voor alle steun van alle fans. We gaan eens even kijken hoe het er is, want Anita die vangt daar de spelers op. Jij bent iets verkast, hè? Ja, ik ben verkast naar achter het podium, Marco. Want we willen ze natuurlijk wel even gaan spreken. Ik zie Sari al, komt natuurlijk uit Nieuwegein, de keepster. Die gaan we even aan het jasje trekken. Maar ook natuurlijk onze Janice, dat is toch wel een beetje de publiekslieveling.
Als ze nog een stem heeft, Anita. Nou, inderdaad, ik hoor het van jou net, dat ze geen stem meer heeft. Maar ik ga er proberen nog van alles uit te trekken. Janice is natuurlijk vrij opvallend, hè? Die kunnen we zo zien met haar pittige kapsel. Dus ik ga er meteen even aan een jasje trekken. En het is daar druk, Anita. Je bent niet de enige zo te zien. Nee, het is hier hartstikke druk. Ik sta hier echt helemaal opgepropt tussen allemaal pers. Iedereen wil ook Janice spreken trouwens. Dat is toch echt wel een favoriet. Ik zie dat de dames nu even wat te eten krijgen. Want die zitten natuurlijk ook, staan ook al even droog. Die hebben de hele boot toch overleefd. Die hebben net even lekker staan feest. Dus die krijgen allemaal een bitterballetje, zie ik nu. Foppen, ja hoor. Ze genieten er allemaal. Ze hebben nog steeds een grote glimlach op hun gezicht. Eerst een biertje, nu een bitterballetje. Kijk. En daar is de beker, joh. Kan hem bijna aanraken. Een mooie glazen bol. En ik zie Janice daar al van de trap afkomen. En Anita, jij stond er dicht op, hè? Dat publiek, dat ging uit zijn dak. Ja, dat publiek, dat ging helemaal uit zijn dak. Ik heb het nu al even niet meer gezien, want ik was net op het perspodium aanwezig. En daar had ik een heel mooi overzicht over alle mensen. Maar, moment, hier komt Janice aan. Ik ga er meteen even... Hey Sari, hallo. Hoi. Hoe is het met jou? Ja, heel goed. Beter dan ooit. Beter dan ooit, hè? Nou, we zagen je al stralen in het doel. Maar nu hier, want jij komt uit Nieuwegein. Ja. Nou, hoe is het als je hier het podium op klimt en zoveel mensen ziet staan? Ja, dit is echt bizar. Ik woon hier vlakbij. Ik woon in Utrecht. En ja, als je dit dan ziet, zoveel mensen. Jij kent alles. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, ik kan gewoon niet beschrijven hoe het voelt en wat dat met je doet. Maar had je ooit verwacht dat het vrouwenvoetbal dit jaar zoveel op ging leveren? Zoveel enthousiasme op ging wekken? Nee, nooit. Kijk, tuurlijk, ik weet hoe hard wij ervoor gewerkt hebben. Iedereen heeft zijn eigen pad gevolgd, maar iedereen heeft echt keihard gewerkt. Maar dat het uiteindelijk zo uitpakt en dat alles klopt en dat je hier Europees kampioen wordt. Europees kampioen, dat is gewoon echt niet te beseffen. Maar ja, dat is echt ongelooflijk. En gisteren gingen bij ons natuurlijk de camera's uit, hè, nadat jullie de beker in ontvangst hadden genomen. Maar hoe is het feestje doorgegaan? Ja, heel goed. We hebben echt heel hard gefeest. En ja, de ontlading was gewoon heel groot. Ja, we hebben natuurlijk ook echt hartstikke veel gelaten. En ja, we hebben echt keihard gewerkt. En een toernooi is gewoon emotioneel echt een rollercoaster. Maar ja, dat je het zo af mag sluiten, dat is echt fantastisch. En hoe gaat de rest van de avond eruit zien? Ik heb geen idee, maar we laten alles op ons afkomen. Ja, mooier dan dit kan het eigenlijk niet meer worden, want dit is echt fantastisch. Inderdaad, dit was een droom die werkelijkheid is geworden. Wordt ondertussen even aan me getrokken aan alle kanten. Maar wat is je volgende uitdaging? Ik weet niet. Ik wil alleen maar genieten nu. Dat is alles wat ik wil. Helemaal goed. Dankjewel, hè. Dan gaan we nu zo meteen even proberen Janice aan haar kraagje te trekken. Maar dat is dus een gewilde, dus ik ga even kijken of dat lukt. Ik zag er al langs schieten, Anita. Ze ging naar rechts. Ze ging naar rechts? Ja, jou... Even kijken, hoor. Die rechts, ja. Die rechts? Misschien moeten we er zo meteen maar even... Heel... Ja, ik durf ook niet echt het plekje in te leveren. Nee, blijf lekker staan. Oh, daar gaat de kijk beker. Eens. Fantastisch. Ja, naast van Roemen natuurlijk. Het is één grote chaos voor iedereen. Ja, ze zien er ook wel een beetje moeig uit, vind ik hoor. Want ze hebben natuurlijk echt zoveel meegemaakt. Even kijken. We gaan even zien. Op dit moment staat iedereen te kletsen, dus we moeten heel even wachten. Je hoort ze om je heen schreeuwen. We zijn Europees kampioen. Ja, en we horen ook nog steeds het podium en de mensen losgaan aan de andere kant van het podium. Dus de sfeer zit er ook nog steeds in. Drukte van je welste met journalisten die allemaal vragen willen stellen aan alle voetbalsters. Ja, en even kijken hoor. Heb je dat ook gezien vandaag? Nee, dat niet. Maar. Ik blijf even wachten. Ik zie ze niet trouwens niet even. Even zoeken. Minima zag ik net wel voorbij lopen. Die is natuurlijk ook, die heeft ook zich wel laten blijken. We gaan deze kant op lopen, want Janice is aan deze kant. Lukt dat met jou, de cameraman die achter me aangaat? We gaan even kijken waar ze is, hoor. Zoek erop, Anita. We wachten met smart. We gaan erop zoeken. Ze is natuurlijk bekend geworden van dat liedje, hè? Tony Peroni. Hoe ging dat ook alweer? Ja, dat was Janice. Maak me gek. Hier zit ze, hoor. De enige echte. We gaan er even storen. Janice, we komen even tussen je in. RTV Utrecht, je bent live op televisie. Hoe gaat het met je? Ik kan niet praten. Ik kan helemaal niet meer praten. Sorry. Maar wel een goed feestje gehad. Ja, go van Utrecht. Ja, van Utrecht. Helemaal goed. Hey, en heb je je familie nog gesproken? Want wij hebben ook één keer je familie in de uitzending gehad. Hoe trots zijn die? Heel trots. Heel erg trots. Ga je lekker vroeg slapen met je keel?
heel goed. Dankjewel. Super. Dit is Tony Peroni trouwens. Tony, hoe is het om je echt om je echt te zien? Ze is nog veel liever dan in het echt. Of dan op tv. Ze is top. Ze is lief. Ze trekt het publiek naar zich toe. Herkent zij jou ook eigenlijk? Of hoe ze mij vindt? Ja, of ze jou herkent. Want je hebt toch echt een liedje over geschreven. En ze kwam gelijk naar me toe. Hey, ze zijn elkaar even om mijn hals. Want even het refreintje. Hoe gaat hij ook weer, Tony? Janice, ik ben verliefd op jou. Oh nee, dat is wat anders natuurlijk. Jij, ze wist het gelijk. Top. Dankjewel. Nou, echt een drukte van je wels hoor. We gaan even kijken. Wie we nog meer kunnen... Ja, ik wil wel heel even de beker zien. Zoek die nog even op, kunnen we even inbreken hier. Ja, hier is de beker. Mogen we jou ook nog even wat vragen? Hoe? Kom even doorheen. We zijn live op televisie bij RTV Utrecht. We willen heel even de beker zien. Hoe mooi is die? Zoom maar even goed in, want hij is echt prachtig, hè? Heeft hij al veel meegemaakt de afgelopen nacht? Nou, ik heb hem eigenlijk maar heel weinig gezien. Ik denk dat de anderen er heel goed voor hebben gezorgd. Is hij zwaar? Even voelen. Oeh, hij is wel heel zwaar. Wel best zwaar, ja. Hey, en hoe zag het feestje er vannacht uit? We zijn naar Enschede geweest en daar hebben we er echt een mooi feestje van gemaakt. Was het daar ook zo'n chaos als hier? Nee. Dit is wel echt heel extreem. Wat wisten jullie dat het hier zo uitzag op het plein? Want je kwam natuurlijk met de boot aan. We hebben onderweg wel al wat filmpjes en foto's voorbij zien komen, maar in het echt is dit echt gigantisch. Ja. Hey, en wat vrouwenvoetbal is natuurlijk nu wel heel erg in de spotlight komen te staan. Ja. Is dat, zijn we waar we moeten zijn? Ik denk het wel. En ik hoop dat dit aanslaat en dat het blijft hangen en dat mensen enthousiast blijven. Want dit is toch het mooiste wat er is. Helemaal goed. Geniet er nog even van. Ja, bedankt. Oh. Blijdschap, nou, blijdschap alom, Anita. Ze zijn er hartstikke blij mee. Ja, ze zijn echt hartstikke blij mee. En die beker, joh, dat is een gewicht niet te doen. Er zit ook nog een hele glazen bol op. Nou, volgens mij gaat dit feestje hier ook nog wel even door. Dus ze hebben twee zware nachten achter de rug. Maar hier is het ook nog niet klaar. En ik ga ook even meedoen nog. Ja, feest dus in Park Lepelenburg. De fans die keren allemaal langzamerhand naar huis. De NS die adviseert trouwens om niet de laatste trein naar huis te nemen. Dus dat wil ik de mensen daar ook adviseren. Onze uitzending om deze huldiging van de Oranje Leeuwinnen. Die zit er ook op in Utrecht. Het elftal is bekroond met hun winst op het EK vrouwenvoetbal. We zetten alle mooie momenten nog even voor u op een rij. En ik wil u bedanken voor het kijken en een fijne avond wensen. Why wait to say, at least I did in my way. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Dit is jullie cadeau. Van mij krijg je een eentje. Dankjewel, meneer Van Sanum. Sorry, ik kan echt niet praten. Ja, ik heb wel een stem, maar ik heb geen woorden, want dit is echt bizar gewoon. Oké, we zijn er nog niet, hè? We gaan het gewoon afmaken, dit. Waar zijn die handen? Of sla je rechterarm of linkerarm op je buurman, buurvrouw? We gaan het met z'n allen doen. Nederland, we zijn Europees kampioen! Geschiedenis, zing! Sing, jullie zingen, sing, jullie.